alle producten laten zien wat ik gebruik voor mijn huid. Deze heb ik gekocht op de website van Nike, mijn outfit of the day. Ze zijn zo lekker. En ik ben best wel emo. Nou, ik krijg heel veel de vraag, hoe bewerk jij je foto's op Instagram? Dus 10 augustus, hou mijn Instagram pagina in de gaten. Een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe video van mij. Vandaag is het zondag. Ik ga zo meteen met Arda en Zijn richting Rotterdam. Ik ga naar mijn familie toe. Dat gaan we met z'n drietjes doen, want moest die vandaag een hersteltraining. Die kan helaas niet mee. En as you can see, mijn face is helemaal aan het glimmen. Dat komt niet doordat ik net uit de douche kom. Maar dat komt door deze face mask van Meso Aesthetic. Dit is een anti-stress mask. En deze heb ik aangeschaft bij Elite Skin Clinic. En weet je, ik wil eigenlijk hier wel meer over vertellen. En wat ik allemaal gebruik voor mijn huid. Want ik zal nog een skincare routine video uploaden. Maar dat gaat sowieso gebeuren. Ik ga echt morgen een aparte skincare video opnemen. En daarin ga ik jullie alle producten laten zien wat ik gebruik voor mijn huid. Dus hou mijn YouTube kanaal in de gaten. Of abonneer alvast als je nog niet bent geabonneerd. Maar ik wil vandaag ook matchen met Arda en Zijn. Want ik wil vandaag een leuke video maken voor op mijn Insta. Dus ik laat jullie zo zien wat ik aan heb. En ik laat jullie ook zo zien wat mijn kinderen aan hebben. Ik ga deze maskertje nog 2 minuten erop zitten. En dan ga ik even mijn gezicht reinigen. En ik denk dat ik vandaag heel weinig make-up op ga doen. Want daar heb ik gewoon zin in. Soms ook van die dagen dat ik helemaal geen zin heb in make-up. Soms ook van die dagen dat ik denk, oké, vandaag wil ik echt heel veel make-up. En soms ook heb ik van die dagen dat ik alleen denk van een beetje onder mijn ogen, een beetje glossje en een beetje bronzing powder en that's it. En zondag heb ik vandaag. Nou, dit outfit is wat Zijn gaat aantrekken. Hij krijgt deze Jordans / Nike's aan. Deze heb ik gekocht op de website van Nike gewoon. Want toen ik dit had gepost, want ik heb laatst ook de rode versie ervan gehaald. Alleen dan voor Arda wel met veters. Toen vroegen best wel veel moeders aan mij hoe ik aan deze schoenen kom. En hou gewoon de website van Nike in de gaten. Natuurlijk heb je ook heel veel mensen die het gewoon ook doorverkopen. Maar ik heb ze zelf op de website van Nike gekocht. Dus niet via een reseller, zeg maar. Deze pak is van Tumble & Dry. Ik ken dit merk eigenlijk niet echt, maar ik zag hem in de Bijenkorf. En ik vond hem echt super leuk voor Zijn. Hij gaat deze rompertje aantrekken met deze Nike's. En dan gaat Arda een spijkerjasje aantrekken van de Zara met deze Moncler polo. Deze Calvin Klein jeans en ook nog dezelfde schoentjes. Nou, hun zitten een gay spelletje te spelen, maar jongens, jullie moeten even omkleden. Nou, ik ga binnen. Zijntje, wat zeggen ze? Nou, dit is dus wat ik aan heb. Mijn outfit of the day. Dit is een spijkerjurk van Naked. Ik ben echt super gek op deze jurk. Hij is heel mooi, heel classy. Maar je kunt hem ook eigenlijk heel sportief dragen. En deze heb ik 1 keer op mijn Insta gedeeld. Op mijn Insta story, zeg maar, had ik een swipe up gepost. Als jullie link willen van deze of van dit jurkje, let me know. Dan ga ik hem wel onder deze video posten. En die ga ik combineren met deze Lady Dior bag. Eigenlijk wilde ik deze tas verkopen een tijdje geleden. Maar toen dacht ik, nee man, hij is wel echt super leuk. Dus ik ga hem gewoon houden. Mijn make-up, zoals ik al zei, natuurlijke look. Ik heb een 130 factor crème op van Meso Aesthetic met een kleurtje erin. Deze peachy lippenstift van MAC Cosmetics. En ik heb een eyeliner getrokken en that's it. Voor de rest wil ik ook echt geen make-up, geen bronzing, geen foundation, geen blush, geen mascara, niks. En wat voor schoenen ik hieronder ga aantrekken weet ik nog niet, maar ik denk gewoon mijn ballerina's. Dit is by the way het potlood die ik heb gebruikt als een eyeliner. En deze is van Essence, de Long Lasting Eye Pencil Black. En hij is echt super fijn by the way.
Dit is echt een super fijne potlood. Echt een aanrader. En hij is ook echt super goedkoop vergeleken met al die andere dure eyeliners of whatever. Dag. Doei baby. Dag. Succes op de training. Dag. Doei. 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 Nou, laat je outfit zien, Zeentje. Mooi. Laat je schoenen zien. Ik kan niet. Nee, ik ben tiener. Ik kan niet. Probeer ook. Moet ik ook jouw outfit laten zien? Laat zien. Zo mooi hoor. Ja, heel mooi. Wij hebben even een tussenstop gemaakt hier in Vianen. Ik sta even stil in Vianen voordat we naar Rotterdam gaan. Of tenminste, ja, dus dat. En ik had Marokkaanse koekjes besteld. Die liggen hier naast mij. Om mee te nemen naar Rotterdam. En ze zien er zo lekker uit. En ik moet ze echt even laten zien aan jullie. Look at this. En ik ben echt super gek op Marokkaanse koekjes. Ze zijn zo lekker. Een hele goede morgen. Vandaag is het maandag. Nou, gisteren ben ik dus naar Rotterdam gegaan met de kids en naar de familie toe. Het was echt super gezellig. Maar ja, ik ben gewoon echt niet aan toegekomen om te gaan vloggen en kwam best wel laat thuis. Maar dus vandaar dat ik één dag verder ben. En ja, ik heb het echt super leuk gehad. Ik heb genoten, de kids hebben genoten en ja, dat. Ik weet niet wat ik er nog over moet zeggen. En ik ben nu net aangekomen in Apeldoorn, want ik heb een afspraak om een pand te bezichtigen, een pand die te koop staat. Ik ben echt super benieuwd. Ik sta ervoor. De eigenaar is er nog niet. Het is een nieuwe pand. Het is best wel een grote pand. En volgens mij is hij er nu wel aangekomen. Dus ik ga even stoppen met praten. En dan pak ik straks weer mijn vlogcamera erbij. Ciao. Nou, dit zijn pandjes. Het zijn in totaal 4 pandjes die te koop of te huur staan. Dit is helemaal nieuw. En dit is ook echt gevestigd op een industrieterrein. Een hele mooie locatie in Apeldoorn. En hier daaromheen heb je alleen maar bedrijven, bedrijven, bedrijven. En dit heeft dus ook een eigen parkeerterrein. Oh guys, ik ben thuis. En ik ben eigenlijk met een heel goed gevoel teruggekomen van de bezichtiging. En ik ben best wel emo. Ik weet niet waarom. Het raakt me toch wel. Toen ik zo binnen ging lopen. En toen dacht ik wel van oké. Okay, Lika, je hebt wel echt 3 jaar gevochten. Zelf voor wat je wilde bereiken. En ja, ongeveer 2,5 jaar geleden ging ik naar een 30 vierkante meter pand kijken die te huur stond. Die heb ik uiteindelijk ook gehuurd en die huur ik nog steeds tot en met oktober. En nu ben ik gewoon naar een pand gaan kijken van ongeveer 170 vierkante meter afgerond. Wat te koop staat. Eigenlijk wat te koop en te huur staat, maar wat ik wil gaan kopen. En het raakt je toch wel. Dus Zeen, je bent helemaal nat. Zeen is buiten in de tuin met water aan het spelen. Met een waterpistool. En ik weet niet hoe die dat voor elkaar krijgt om helemaal nat te worden. Maar daar geniet hij zo erg van. Maar goed, kort samengevat. Ik denk dat ik voor dit pand ga. Ik ben super trots op mezelf. Super trots op ons. Super trots op mijn man die in mij geloofde. Ja. Wil je ijs? Ja. Wil je ijs? Mag ik een kusje? Ik wil een kusje. Ik wil een kusje. Nog eentje. Nog eentje. Ja, ik ga jou eerst omkleden. Deze natte kleed. Doe maar je schoenen daar naar de keuken. Doe maar je schoenen uit bij de deur. Doe maar bij de deur je schoenen uit. Je schoenen uit, daarna krijg je ijs van mij. Ja, dat is even wat ik kwijt wilde. Het is echt een hele mooie pand. By the way, ik heb een stukje gefilmd. Dat ga ik jullie nu laten zien.
dat is een stukje wat ik dus van de bovenverdieping had gefilmd. En zoals jullie misschien kunnen zien, is het wel echt een hele lege pand. En ik ben dan ook de eerste die erin komt. En ik heb mijn eigen 3 parkeerplaatsen voor. Dus dat is ook super fijn. Ja, gewoon een nieuwe start. Let's begin. En vanaf nu niemand kan me tegenhouden. Maar dat was eigenlijk altijd al zo mijn karakter. Als het gaat om mijn werk, no one can stop me. Echt niet. Ik hou gewoon van werken. Ik hou gewoon van mijn doelen bereiken. En ik hou gewoon van ondernemen. Dat heb ik altijd in mij gehad. En waar ik wil zijn, ben ik nog lang niet. Maar diep in mijn hart weet ik gewoon dat ik er ga zijn. Echt. Ik kom er wel. En dit is al de eerste stap die ik ga zetten. Wil je eitje? Ja. Kijk, laat eens zien hoe nat jij bent. Huh? Kijk. Kom, mama gaat je omkleden. En dan gaat mama je jouw ijsje geven. Kom maar. Kom eens. Wat wil je? Wat wil je? Ijs. Zeg maar ijsje. Ijsje. Zeg maar ik. Ik. Wil. Ijsboom. Nee, zeg maar ik. Ik. Wil. Wil. Ijsje. Ijsboom. Wat boom? Wat is boom? Ijsboom. Ijsboom. Ijsauto. Dit is wat ik aan heb vandaag op een maandagmorgen. Een blazer van Naked en deze fake leather legging van de Zara. Beide van de oude collectie. Deze had ik in februari meegenomen naar Marrakesh. Deze blazer had ik van Naked gekregen. Super mooie kleur en een super mooie blazer. Misschien dat ze hem nog op voorraad hebben, I don't know. En deze legging broek, ja, ik heb er zoveel van. Ik weet niet eens meer van welke collectie die is. Maar goed, wat ik jullie even wilde vertellen is, ik ga mijn dekbed overtrek even veranderen naar een zwarte kleur. Ik heb hier een dekbed overtrek in velvet collectie. Past een beetje bij mijn bed. Deze is de kleur taupe. Deze heb ik afgelopen tijd gebruikt. En nu ga ik hem veranderen naar zwart. And as I told you guys in een van mijn vorige video's, ik zou een kortingscode online posten van Why Not. Dus willen jullie ook zo'n dekbedovertrek aanschaffen van Why Not? Onder deze video link, of onder deze video bij de reacties post ik een link. En via die link kunnen jullie naar de website. En als jullie op de website zijn, gebruik mijn kortingscode Malika50. Komt nu in beeld. En ik heb zojuist het ook op mijn Instagram gedeeld. Dus mochten jullie iets missen, mogen jullie het me altijd op Instagram of via YouTube vragen. Maar believe me. En ik weet dat ze een hele grote collectie hebben. Maar deze velvet is echt mijn favoriet. Dus ik zou zeggen, ga voor de velvet collectie. Maar ja, als je dat tenminste lekker vindt. Maar ik vind het heerlijk. En kwalitatief is het ook echt goed. Tralalalala. Ja, mooi toch? Die zwarte. Oh my god, jongens. Ik dacht, nou, zwart gaat niet misschien heel mooi bij mijn bed staan. Want ik twijfelde nog met het zwarte kleur. Maar het staat zo mooi. En voor degene die wilt weten waar ik, by the way, deze kussens vandaan heb. Bij S Luxury. Daar heb ik deze kussens vandaan. En deze is dus van Why Not. 50% korting. Ga naar hun website. Hoe ging je training, Moes? Goed, zwaar, lang. Ja? Zwaar, maar lang. Ja, echt, we hebben 2,5 en 3 uur. Echt? By the way, wat Moes aan heeft, dit setje, is van de Primark. Voordat wij naar Ibiza gingen, was ik in de Primark. En ik zag deze set. En ik vond hem zo mooi qua kleur en qua stijl. Maar hij staat je ook echt super mooi, Moes. Ja. Nadat hij is gewassen, merk je wel meteen dat het beetje kleiner is. Ligt dat dan niet aan hoe die is gewassen? Nee, dat kan niet, want wij wassen altijd wel. Niet te warm, ja, precies. Nou, ik krijg heel veel de vraag. Hoe bewerk jij je foto's op Instagram of welke filter gebruik jij?
Ik ging begin van deze vlog ging ik bijvoorbeeld naar Rotterdam en ik had jullie gezegd van ik wil vandaag een foto maken met de kids en die wil ik gaan posten. Die heb ik vandaag gepost en daar heb ik dus ook de filter die ik altijd gebruik op mijn foto's voor Instagram daar overheen gedaan. Kijk, dit is de foto die ik vandaag heb gepost. Oeps. Nou, dit is dus de foto. En als jullie goed kunnen zien, kunnen jullie vooral bij deze foto zie je heel erg dat ik een bepaalde soort filter gebruik. Kijk, hier zie je hem ook heel goed. Nou goed, dit is een filter wat Bali 4 heet. Ik heb hem zelf gekocht, dus je moet hem wel echt kopen en downloaden. En het, dan moet je het soort van verplaatsen naar de app Lightroom. Dit is de Lightroom app, die download je. Nou, dit is de foto before. En dan doe je eigenlijk, ga ik jullie even snel laten zien, stapsgewijs, filters. Nou, dit is dus de filter die ik gebruik, Bali 4. Dan kopieer ik, instellingen kopiëren, kijk of alles is geselecteerd. Ja, dan doe ik het kopiëren. Dan ga ik terug naar alle foto's en bijvoorbeeld, ik wil deze foto, wil ik dus met die filter. Nou, dit is dus een foto wat gewoon niet bewerkt is zonder filter. Dan druk ik op plakken en voilà, kijk zo wordt die. Dus before, after. Even kijken of ik nog een andere foto kan toveren. Hier bijvoorbeeld deze. Dit is een van de foto's die ik heb gepost op mijn Insta. Dit is de before en dit is de after met de filter. Ja, eigenlijk kun je het allemaal ook terugvinden op YouTube. Dus als je gewoon naar YouTube gaat en je typt in bijvoorbeeld Lightroom, filter, how to make a filter with Lightroom app of how can I buy a filter and use it in my Lightroom app of whatever of in het Nederlands. Je vindt zoveel video's en het is eigenlijk zo makkelijk. Zo heb ik het ook allemaal ontdekt. Dus als ik het kan, kunnen jullie het ook. En ik wil zelf wel mijn Instagram feed gaan veranderen. Hoe ik het nog wil doen, weet ik nog niet. Maar ik wil daar een beetje leuke speling erin. En ik moet voor mezelf alleen een beetje gaan uitzoeken van wat wil ik precies en hoe wil ik het gaan doen. Maar dat ga ik pas doen als ik een beetje rust heb in mijn hoofd. Yay, that's it. Ik ga nu opruimen. We hebben heerlijk gegeten bij jullie. Hele goede morgen. Vandaag is het woensdag. Ja, het is nog morgen. Wij zijn met z'n allen thuis. En we moeten straks naar Zwolle. En voordat we naar Zwolle gaan, wilde ik de stoelen uitpakken die ik zojuist heb binnengekregen. Ik had al 4 van deze Richmond stoelen, eetstoelen. En ik zat nog op 2 te wachten, want ik wilde totaal 3 aan deze kant en 3 aan die kant. En hier zijn ze dan, na ik weet niet hoe lang wachten, super lang eigenlijk. Maar voor degene die wilt weten in welke kleur ik ze heb, dus deze. Ik heb ze in deze kleur, dus het is de Scarlet Chair. En in kleur Stone Velvet Silver. Want je hebt ze volgens mij ook met gouden poot. Maar ik heb deze dus dan wel in zilver met een zilveren poot. En we gaan deze even nu uitpakken. Oh, ik baal zo erg. Nou, dit is de kleur die ik heb. En wat ik had besteld, waar ik heel lang op zat te wachten. En dit is de kleur die ik zojuist binnenkrijg. Ik baal echt enorm, want ik had me er zo erg op verheugd. Ik heb ook zojuist contact gehad. Maar er blijkt dus echt iets fout te zijn gegaan. Nou, dat kun je wel duidelijk zien. Ga je visjes even hierin doen? Ga je alle visjes daarin doen? 2 visjes ga ik erin doen, allebei hierin. Ja. Nee, ja, weet ik. Maar ik bedoel, nee, weet ik. Maar ik dacht dat je de helft van die water eruit zou halen. Ja, ik oh. Maar ik ga eerst die visjes eruit halen. Ja. Is je ook een visje? Is je ook een visje? Nee, 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 Zin. Nee, 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 ze hoeven geen eten. Doe maar terug. Terug. Maar waar is je andere visje? Nou, aquarium gaan we dus ook reinigen nu. Waar is je andere
Geen probleem, geduld hebben we. En het blijft dus tijdelijk zo. Twee stoelen en twee. En ik ben wel nog heel erg blij met mijn vaas. Die ik laatst had gekocht. Wat ik jullie laatst heb laten zien in mijn vorige video. En ik heb volgens mij de sticker er nog niet afgehaald. Hij is van de J-Line. Ja, schat, ik kom je helpen. Wat moet je doen? Wat moet je doen? Een van deze zet je vast en de water een beetje eruit giet. Oké. Dat mama en papa klaar zijn met het schoonmaken van die aquarium, moeten we ze even zo laten. Kijk hoe schattig! Messi en wie? Ronaldo. Messi en Ronaldo. Jongens, ik ben even heel snel omgekleed. Want we hebben zo meteen een afspraak in Zwolle. We moeten allemaal naar de tandarts. En Arda en zij gaan voor het eerst in Nederland naar de tandartscontrole. Arda vindt het wel een beetje spannend. Want die gaf gisteravond al aan van nee, ik wil niet. En toen zeiden we, het moet. Dus je hebt geen keus. En ik heb lipliner 1.5 gebruikt van Kiki W. Van Kim Kardashian West. En dit is een gloss, ook in kleur 1.5. Dus 1.5 lipliner en 1.5 gloss. En dan ga ik over naar haar concealer nummer 2. Ik zou denk ik deze concealer niet heel gauw opnieuw kopen. Ik vind hem toch wel een beetje droog. Ik hou niet van hele droge concealers. Maar ja, ik moet er wel wat mee. Dus op zich is hij wel fijn. Het is een fijne concealer, maar je moet niet zeg maar hier overheen nog translucent powder aanbrengen. Want dan krijg je echt van die hele droge lijnen. Of het ligt misschien ook zelfs aan je huid, I don't know. Maar goed, oké, dat was mijn make-up. Geen foundation, geen blush, niks. Ik heb nergens zin in. En nadat we naar de tandarts zijn geweest, gaan wij naar tante van Mustafa toe, Hanifatese, en mijn kids gaan gezellig samen met neefjes en nichtjes spelen. En Mustafa die heeft oefenwedstrijd tegen AZ Alkmaar, maar ze spelen volgens mij in Epe. Dus die gaat naar de tandarts gelijk door naar Epe, dus die heeft in de avond een wedstrijd. Dus ik kom pas laat thuis en ik kom straks met de kinderen gewoon terug. En ik heb zojuist iets superleuks binnengekregen. Ik laat jullie even zien. En dan moet ik ook nog een verhaal erbij vertellen. Nou, wat ik binnen heb gekregen is een nieuwe stofzuiger van Dyson. As you know, ik heb een tijdje geleden jullie verteld dat mijn Dyson stofzuiger die ik in maart had gekocht niet meer aanging. Ik had hem via Bijenkorf gekocht. Dat was het nieuwste model. Nummer 11, zeg maar. En ja, hij ging op een gegeven moment niet meer aan. Achteraf gezien was het blijkbaar mijn eigen schuld. Want ik had de filter schoongemaakt, maar ja, niet goed laten drogen en zo. Dus waterschade. En toen had ik contact opgenomen met Dyson. En die zeiden tegen mij, eigenlijk valt het niet onder de verzekering. Want het is waterschade. Maar voor dit keer, omdat je hem pas hebt, gaan we hem voor je omruilen. Nou, weken gewacht. Want er was weer iets misgegaan. Het gaat alles mis in mijn leven. Nee, grapje. Maar in ieder geval, er was echt iets misgegaan. Ik heb misschien 5 keer gebeld. Maar de laatste keer sprak ik een man. Ik ben zijn naam. Volgens mij heette die Hisham. En hij heeft het echt goed geregeld voor mij. Of hij heet Rashid. Of Hisham of Rashid. Ik weet niet meer. Maar in ieder geval, ik heb een paar dagen geleden gesproken. Ze hebben zojuist de oude opgehaald, want die moest ik inpakken. En ze hebben hem omgeruild voor een nieuwe. Dus ik heb mijn nieuwe stofzuiger binnen. En ik ben zo blij dat ze dit alsnog voor mij hebben gedaan. Dus thanks to Dyson. En I am really happy. En
by the way, voor degene die wilt weten wat ik aan heb, deze jurk die had ik gekocht toen ik naar Cappadocia ging vorig jaar in Turkije. Hij is van de Zara, maar van vorig jaar collectie. Dus ik dacht, ik trek deze nu wel uit de kast, super makkelijk. Heel goed gedaan, box. Box, high five. Nu moet Arda nog. Mama is trots op jou, je was niet bang, hè? Arda. Zometeen moet jij, hè? Je bent een beetje zenuwachtig, hè? Arda vindt het een beetje spannend. Maar dat hoeft niet. Handje voor je mond. Oh, het is super goed gegaan, hè Arda. Wat zei de tandarts tegen jou? Heel netjes. Je poetst je tanden heel goed. En Zeen ook. Ja? Zeen vond het helemaal geweldig en hij wilde gaan staan. En hij wilde niet in de stoel zitten. Maar je hebt het heel goed gedaan. High five. En wat hebben jullie gekregen? Een stuiterbal, laat eens zien. Oh, dat is wel heel lief van de tandarts. Laat zien jouw stuiterbal. Laat zien. Wauw. Nou, omdat papa veel te vroeg is om naar zijn oefenwedstrijd te gaan, om naar Epen te gaan, anders komt hij een uur te vroeg. En hun hebben zo goed hun tanden gepoetst, dus wat krijgen jullie? IJsje. Yay, IJsje. We gaan even IJsje eten hier in Zwolle. Zie je weer je ijsje? Ja. Thanks, Pip. Succes. Dankjewel, doei. Doei, zeg maar dag, zeg maar succes. Dag. Nou, wat een gezelligheid. Deze voor jou. Vonden jullie het gezellig vandaag? Ja, ik wil jij hier blijven? Vond je het zo leuk? Heb je lekker gespeeld met Mera en Merve? Nou, dan gaan we gauw weer spelen, oké? Okay? We gaan binnenkort wel iets leuks doen samen. Kijk, Zeen, vond je het leuk hier? Ja. Vonden jullie het leuk? Ja. Ja? Oké, zeg maar doei doei. 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 Hele goede morgen. Ja, vandaag is het vrijdag. Ik wilde bijna zeggen welkom bij een nieuwe video. Zo tof. Maar ik ben onderweg naar Capelle aan de IJssel. Ik dacht echt letterlijk dat ik onderweg was naar Alphen aan de Rijn. Echt zo dom. Maar goed, ik heb vandaag een fotoshoot. Het is voor een webshop wat binnenkort online gaat komen. Met kleding. En ik sta vandaag model. En er zijn ook nog een paar andere modellen. Ik heb er super veel zin in. Ook ondanks het warme weer. Maar ja. En ik neem jullie gezellig mee. Nou, vandaag ben ik dus een van de modellen. En dan hebben we deze twee prachtige modellen. En deze collectie komt over 2 weken online. Dus hou hun Instagram pagina in de gaten. Die post ik onder deze video. Want ze hebben echt een super mooie collectie. Hele mooie lange jurkjes. Van dit soort pakken. Kijk, deze is ook echt heel mooi. En deze shirt ook. Iedereen is gevlucht van mij. Jongens, outfit nummer 8. Super mooie jurk. Zo'n zomersje. Thuis, as you can see, de fotoshoot ging super goed, super leuke team. En
Ja, dat eigenlijk. Ik weet niet wat ik er nog over moet zeggen. En ik ben net in Deventer naar de Jumbo geweest voor deze ijskoffie. Deze is zo lekker. En deze is van het huismerk Jumbo zelf. Dus je kan hem niet bij de Albert Heijn of zo kopen. En daarvoor heb ik dus ook ijsblokjes nodig. Die heb ik ook net gehaald. En een van mijn lievelings drinken. Ik hou niet zo heel erg van prik, maar dit vind ik wel lekker fris. Vooral als het heel warm is buiten. En natuurlijk ook spaarrood. Mustafa is ook lekker thuis en een vriend van Mustafa, Adem, is ook bij ons gezellig. Dus ik ga even... Willen jullie ook ijskoffie? Ik niet. Jij, Adem? Ja, graag. Ja, ijskoffie? Oké, okay. Dus ik ga gezellig ijskoffie maken. En ja. Dit is de takeover van Malika Saimak vlog. Hallo allemaal, dit is Malika en Mustafa Saimak. Ik ben op visite bij u. En we gaan vandaag... Even kijken, een pasta. Kijk, heerlijke Italiaanse pasta. En wat hebben we nog mee hier? Nou ja zeg, hot wings. Dit was het dan voor vandaag. Tot volgende week, vrijdag. Jongens, ik ging helemaal stuk om Adem met zijn takeover. Oh, by the way, ik ben net naar boven gekomen om dit jurkje aan te trekken. Dit jurkje heb ik vandaag uitgekozen na... de fotoshoot, want we mochten allemaal iets uitkiezen. Echt super lief van hun. En deze warmte, deze dagen. Oh my god, het is gewoon niet te doen. Ik wil echt gaan onderduiken ergens. Gelukkig hebben we wel airco in de kamer. Ik ga hem zo aanzetten. Ik weet niet waarom ik hem nog niet heb aangezet. Wat ik even wilde zeggen is, ik begon deze dag met het is vandaag vrijdag. Ik weet niet hoe ik daarbij kom, maar het is vandaag echt... 6 augustus donderdag. Dus het is helemaal geen vrijdag, het is vandaag donderdag. En wat ik wilde zeggen is over 4 dagen, 10 augustus, hou mijn Instagram pagina in de gaten. Eindelijk heb ik een superleuke samenwerking met een bedrijf wat gespecialiseerd is in haarvitamines. Het sneller laten groeien van je haar of het voller krijgen door het slikken van vitamines. En heel veel dames vragen altijd aan mij van slik je bepaalde vitamines voor je haar? Ja, dat doe ik sinds kort, sinds een aantal weken doe ik het iedere dag. Maar ik mag het jullie pas laten zien als mijn samenwerking online gaat. En dat gaat 10 augustus gebeuren. En ik promote of ik noem alleen bepaalde merken op waar ik echt zelf 100% achter sta. En dit is dus een van de merken. En ik ben blij dat ik met hen mag samenwerken. En voor jullie een hele leuke kortingscode heb. Dus 10 augustus, hou mijn Instagram pagina in de gaten. Voor degene die mij nog niet volgt, volg mij nu op Insta. Onder deze video een linkje naar mijn Instagram. En volg mijn Insta. Buiten dat om, wat ik deze week, of tenminste morgen wil op gaan nemen, is een soort van een closet tour voor jullie. Dus dat komt binnenkort aan. Een mini home tour. Heb ik al zo lang beloofd aan mijn kijkers. Maar die komt er echt aan. Promise, promise, promised. En ja, ik wil eigenlijk nog iets zeggen. Maar dat hou ik wel even nog voor mezelf. En ja, yeah, that's it. Ik ben vandaag echt happy. Dit jurkje maakt me echt happy. Ik weet niet waarom. Ik ben vandaag echt happy. Soms heb je van die dagen dat je happy bent. En soms heb je van die dagen dat je je echt gewoon... Ja, ik wil het woord niet zeggen. Maar dat voelt... Gewoon down voelt, laat ik het daarbij houden. Ik had vanmiddag wel, by the way, echt een hele erge migraineaanval, hoofdpijn. Maar ik denk dat het echt komt door de warmte. Toen ik de auto in ging stappen naar de fotoshoot, had ik zo'n erge migraineaanval. Maar ik heb vanaf het moment dat ik in de auto ben gestapt tot nu toe zoveel water gedronken. Ik denk dat ik daarom een beetje hyperactief ben geworden. Maar dat maakt niet uit. Ik... ga denk ik ook nu deze vlog afsluiten, want ik praat weer te veel. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En echt beloof, binnenkort gaan er superleuke video's op mijn YouTube kanaal komen. Dus abonneer op mijn YouTube kanaal. En ik probeer vanaf nu jullie ook echt zoveel mogelijk te laten zien. En zoveel mogelijk met jullie te delen. En in mijn volgende video ga ik jullie ook wel eigenlijk meer vertellen over welke haarproducten ik gebruik. Welke skincare ik gebruik en zo. Dus dat komt er allemaal aan. Ik hou... van jullie en fijne ochtend, middag, avond toegewenst en fijne dagen. En volgende week gaan wij met een hele grote groep naar Walibi. Daar heb ik super veel zin in.
En ik weet niet waarom ik dit nu zeg, maar goed. Bye bye, bedankt voor het kijken. Love you.